Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering streeft naar structurele oplossingen voor vraagstukken reissector. Minister Amoxie bespreekt versteviging politie-samenwerking Suriname-Nederland. Ambassadeur Schalkwijk overhandigt geloofsbrieven aan secretaris-generaal OAS. Bureau Implementatie Unit Herstelplan reikt certificaten uit. SAMAP houdt tweede platform, meeting en workshop voor groenten en fruit. En Openbaar Ministerie waarschuwt tegen onbevoegden voor vuurwapenaanvraag. Rijst is belangrijk voor de Surinaamse export. De regering zoekt daarom naar structurele oplossingen voor vraagstukken binnen deze sector. Dit zei minister Albert Ramdin tijdens een persconferentie op donderdag 31 maart in het district Nikeri. Het persmoment volgde enkele ogenblikken nadat de bewindsman aan het hoofd van een ministeriële regeringsdelegatie overleg had gevoerd met paddyproducenten en opkopers. Minister Ramdin kondigde hierbij een overlegorgaan aan. De regering zoekt naar structurele oplossingen. Dit is een belangrijke sector voor de Surinaamse samenleving. Rijst is een belangrijk consumptiegoed in deze samenleving, maar is ook belangrijk voor onze export. Dus deze sector is belangrijk. Ik wil dat benadrukken. President Santok heeft daarom 3 ministers afgevaardigd om deze gesprekken te voeren. Geeft de urgentie, maar ook het belang hiervan aan. Uiteraard, de minister van LVV zal dit traject verder oppakken in de komende dagen. Wat we wel hebben afgesproken met de beide groepen, in dit geval de exporteurs, verwerkers en met de paddyboeren, is dat er een platform wordt gecreëerd dat aanstaande dinsdag zal worden geïnstalleerd, bestaande uit de vertegenwoordigers van de 2 organisaties. De paddyboeren en de exporteurs. En daarnaast ook van de overheid. Dus in feite 3 van elke sector, elke groep. En het overlegorgaan worden voor de komende periode om zaken met betrekking tot de sector te bespreken. Dit is in aanloop naar de goedkeuring van de wet productschappen. En die is reeds ingediend, goedgekeurd door de RVM, staatsraad gepasseerd, is in de Nationale Assemblee. Nog wat consultaties die nog gepleegd moeten worden met betrekking tot de wet op productschappen. Rijst is een belangrijk productschap voor ons. En derhalve zullen we dat traject wat nu wordt ingezet overgeven naar wanneer de wet is goedgekeurd en afgekondigd. Iedereen is daarmee happy en tevreden. Daar zijn we ook blij mee, omdat de niet zo is dat we regulerend willen optreden door alles voor te schrijven in die sector, maar dat er wel een zekere mate van ordening en overleg moet zijn met betrekking tot de ontwikkelingen. We hebben ook gesproken over de infrastructurele voorzieningen die noodzakelijk zijn om de sector goed te laten functioneren. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat deze sector heeft groeipotentie. Op dit moment zitten we op iets minder dan 20.000 hectare geplant areaal. Dat kan alleen maar toenemen. En dat is precies wat we willen, want het zal de nodige exportopbrengsten opleveren naast de werkgelegenheid. Belangrijk is voor de sector dat we structureel gaan werken aan de oplossing van vraagstukken, inclusief onderzoek, de watervoorziening in het district. Dus waterschappen en het management daarvan zijn belangrijk. Uiteraard, er speelt een actueel vraagstuk met betrekking tot de vaststelling van de paddyprijs, de opkoopprijs. Dat is in eerste instantie niet een verantwoordelijkheid van de regering als zodanig. We begrijpen dat er verwachtingen zijn gecreëerd rondom 470 SRD per baal voor de paddy van de boeren. Inmiddels is dat minder geworden, tot naar ongeveer 400. En dat heeft ook te maken met de internationale marktomstandigheden. Wij hebben op beide groepen een beroep gedaan om hun kostencalculaties te presenteren. En ik hoop dat we dat aanstaande dinsdag willen hebben.
We hebben nu tijd, vanaf nu tot en met dinsdag, om goed daarnaar te kijken. En misschien, alhoewel het niet onze verantwoordelijkheid is, nog onze wettelijke grondslag heeft, om te indiceren in welke richting men zou moeten gaan worden en de prijs opkomen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft tijdens een recent werkbezoek aan Nederland het verstevigen van de samenwerking op politiegebied besproken met Nederlandse counterparts. De bewindsman werd tijdens dit bezoek vergezeld door enkele functionarissen van zijn departement. Het bezoek lag in het kader van de verdere professionalisering en versterking van de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Nederland, meer specifiek met betrekking tot versterking van de rechtsstaat Suriname. Minister Amoksi heeft in Nederland ontmoetingen gehad met verschillende actoren binnen het Nederlandse politieapparaat. Gedurende deze gesprekken zijn er mogelijkheden bekeken voor de verdere samenwerking tussen beide politiekorpsen op het niveau van capaciteitsversterking. Met de Nederlandse Politieacademie is er van gedachten gewisseld over de reorganisatie van het politieonderwijs met het oog op duurzame leergangen, gebaseerd op de reële behoeften van het Korps Politie Suriname. Partijen hebben de commitment geuit om de nodige inspanning te plegen ter verhoging van de veiligheid, een sterkere aanpak van de basispolitiezorg als ook de transnationale georganiseerde misdaad. De samenwerking zal gestructureerd worden, terwijl het overleg op zowel beleids- als technisch uitvoerend niveau structureel en duurzaam uitgevoerd zal worden. Ambassadeur Martin Schalkwijk, permanent vertegenwoordiger van Suriname bij de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, heeft op maandag 28 maart zijn geloofsbrieven aangeboden aan de secretaris-generaal van de OAS, Luis Almagro. De Surinaamse diplomaat benadrukte dat het land de idealen van de organisatie volledig ondersteunt. De Surinaamse overheid onderstreept volgens ambassadeur Schalkwijk ook het belang van regionale en mondiale vraagstukken die verband houden met haar ontwikkeling. Hij merkte op dat Suriname ook wordt geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie en bedreigingen voor de wereldwijde vrede en veiligheid. Om gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, moet volgens ambassadeur Schalkwijk samenwerking met gelijkgestemde landen versterkt worden. De diplomaat benadrukt dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling. Van de OAS wordt verwacht dat zij een sterke rol vervult in het realiseren van deze agenda. Secretaris-generaal Almagro heet ambassadeur Schalkwijk van harte welkom en zei van hem een positieve bijdrage te verwachten aan het werk van de OAS. Cursisten die met succes de opleiding tot het schrijven van herstelplanprocessen hebben afgerond, hebben op donderdag 31 maart hun certificaten in ontvangst mogen nemen. De cursus werd verzorgd door het bureau van de implementatieunit Herstelplan. Het ligt in de bedoeling dat er een vast formaat wordt aangehouden bij het schrijven van herstelplanprocessen binnen de verschillende ministeries. Nou, deze cursus is een cursus geweest die inhield trainen en begeleiden van de mensen die bezig zijn met het schrijven van projecten. Het bureau implementatieunit herstelplan, die moet het herstelplan monitoren. En het bleek dat er een aantal projecten waren in het herstelplan van de verschillende ministeries die nog niet uitgevoerd konden worden omdat er geen projectdossier was. En dus elk ministerie moest dan een projectdossier schrijven voor de verschillende projecten die in het herstelplan stonden. Maar een project schrijven op zich is niet zo eenvoudig. Je moet daar toch wel bepaalde ervaring, kennis, expertise mee in hebben. En er is toen besloten door het bureau om een training te geven aan de verschillende ministeries, zodat ze dan geholpen zouden kunnen worden om het projectdossier te schrijven. We hebben de training een beetje anders ingepland, dat heb ik in de presentatie ook net uitgelegd. Het was een on-the-job training en dat hield dus eigenlijk in dat we 1. Kennisoverdracht hadden met betrekking tot de projectcyclus, wat houdt het allemaal in, welke fases zijn er, waarop moet je letten en waar komt dat projectdossier zeg maar aan bod.
En natuurlijk was daarna ook, wat houdt zo'n projectdossier in? Hoe moet het eruit zien? Wat moet er in een projectdossier staan? En om het erin te krijgen, wat moet je allemaal doen? Want er moeten allemaal werkzaamheden vooraf plaatsvinden. Dat hebben ze als kennis meegekregen tijdens de sessie. En daarna zijn we direct bezig geweest met, neem het projectdossier van jouw ministerie of één van de projecten uit het herstelplan en we gaan daarmee aan de slag. Dat wat je nu geleerd hebt, ga je in de praktijk brengen. Dus we hebben de verschillende hoofdstukken. Ze wisten wat een hoofdstuk inhield. En als je bijvoorbeeld begint met, we willen de achtergrondinformatie vertellen over het project, wat is het probleem, dan werd dat tijdens de training ook gegeven. Iedereen ging schrijven. Als ze vastzaten, werd er gediscussieerd, werd er gebrainstormd. En er werd ook gekeken, niet alleen maar vanuit één ministerie, maar wat vonden de andere ministeries. Dus zo was het een bredere discussie. En op die manier kreeg men veel meer input en kon men dus gewoon beetje bij beetje de hoofdstukken schrijven. Dat is in korte lijnen zeg maar wat er gebeurd is. En aan het eind van de rit, na die 8 weken, is er dus een projectdossier tot stand gekomen. Een concept, zal ik maar zeggen. Dat projectdossier is, ze hebben dus elke week feedback gekregen van alle participanten die aanwezig waren van de trainer van mij. En ze zijn steeds verder gegaan op hun ministerie om te schrijven. Maar ze hebben ook feedback gekregen van meelezers van het bureau van herstelplan. En op die manier hebben ze dus zo'n project geschreven dat nu naar de ministers moet voor de feedback van de minister of ze op het juiste spoor zijn. En dan kan er verder gewerkt worden of gekeken worden. Als het oké is, dan zou het daarna in de uitvoering kunnen gaan. Nou, ik moet zeggen, ik heb best wel veel ervaring, zowel in binnen- en buitenland, van het geven en het zeg maar verzorgen van die trainingen. En daarom kan ik ook makkelijk vergelijken. Het was daadwerkelijk een groep die zich echt inzette. Ze waren heel enthousiast. Ze schroomden niet om gewoon aan te geven, dit snap ik niet. Hoe moet ik dit doen? En dat is juist prettig. Juist als de cursisten, de studenten, maakt niet uit. Als mensen iets willen leren en het vragen en aangeven, dan kun jij als trainer of docent daarop ingaan. Want anders vertel je iets wat ze misschien al weten of wat juist helemaal niet relevant is. Dus ze waren een hele fijne groep om mee te werken. En ik hoop dat ze daadwerkelijk er veel aan gehad hebben en het kunnen gebruiken. Ik vond het heel fijn om deze sessies met ze te houden. En de discussies die waren ontzettend leuk. Het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, heeft haar tweede bijeenkomst en werksessie voor groente en fruit achter de rug. Deze activiteiten vonden op donderdag 31 maart plaats in de SAIS conferentiezaal van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. SAMAP is een waardeketenplatform voor de exportgewassen, fruit en groente. De communicatiedienst Suriname sprak technisch adviseur Erik Ceballos. This workshop is very important to support the efforts of Suriname to build the capacities of the agriculture sector, in particular fruits and vegetables, to access markets. And to do that, they have to do 3 important things. Number one, improve quantity, improve quality, and improve the capacities to do it sustainable. So in this workshop, farmers, producers, processors, agribusinesses, exporters, everyone that is involved in the process came together to develop a strategic plan. And that plan will set the vision of where Suriname and the players in fruits and vegetables want to be in accessing markets from now to the next 5 years. So we gather today to facilitate their thinking, to identify the problems, to identify the solutions, and to identify who will lead the efforts to address those activities in their plan. And with that, they will be positioned soon to move into implementation. So this is the first step in a very long road to make sure that Suriname is well positioned to have access to markets in their fruits and vegetables sector. Well, in the context of accessing markets, usually what you have is an aspiration of producers to export to the markets that are far away. The EU, the Dutch market, the US market, Canadian market, etc. But oftentimes we forget our neighbors.
And Suriname is a key member of the Caribbean community and one of the countries with the strongest potential to supply a number of products that are not produced in the other parts of the Caribbean. With efforts like these, we are trying to promote greater integration and greater participation of the agriculture sector of Suriname, also in the regional markets. Also looking at your neighbors. You don't need to go far away to sell your products. You have Guyana, you have French Guyana, you have Trinidad. There is the whole South America behind you. So with this activity, the participants are looking at the different potential opportunities, niche markets, where their products could have some potential. It's up to them to decide whether they have to go in one or another direction. And that's what this workshop is doing. They are talking to each other and see what's the best strategy to position their products, not only abroad, far away, but here in the region, in the Caribbean region too. Uit ervaring vind ik van leerrijk. Een van de meest belangrijkste dingen is informatie. Je hebt het niet zo snel te vinden hier in Suriname. Zeker in mijn tijd als student is het is een moeilijk ding van als je op internet scrolt iets over Suriname te vinden. Echt een studie gerelateerd met Suriname is altijd meestal Nederland. Dat is altijd als eerst. Maar tijdens deze stakeholder meetings leer je echt bepaalde dingen zien van wat Suriname is op dit moment en dan die gaps identificeren. En ik denk dat het heel erg leerrijk is ook voor studenten om dat te zien en dan ook een studiemateriaal te gebruiken waardoor het meer waarde heeft. Dat is het meest belangrijkste. En wat ik heb bijgebracht in het workshop is gewoonweg mijn zienswijze delen als beleidsmedewerker. Dat is het meest belangrijkste geweest. Gewoonweg om data te centraliseren bij een organisatie of meerdere organisaties, zodra er concurrentie is, healthy concurrentie, dat er eerlijk rapportering komt van wat het echt is. En dat te garanderen. En dat is mijn antwoord daarop. Het komt nog te vaak voor dat personen zich voor het verkrijgen van een vuurwapen wenden tot anderen die daartoe niet bevoegd zijn. Deze personen geven zich uit als tussenpersonen, oftewel regelaars, om de vuurwapenaanvraag positief te beïnvloeden. Het Openbaar Ministerie, met aan het hoofd de procureur-generaal, waarschuwt tegen het doen van betalingen aan deze onbevoegden. De enige betaling die gepaard gaat met dergelijke vuurwapenaanvragen is de storting van 100 SRD bij de Centrale Bank van Suriname op het rekeningnummer van de procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Met het verkregen stortingsbewijs begeeft de aanvrager zich naar de afdeling vuurwapen aan de Henk Aronstraat nummer 61 voor het verkrijgen van een aanvraagformulier. Het formulier doorloopt vervolgens een proces bij de voormelde afdeling als ook bij de afdeling vergunning van het Korps Politie Suriname. De resultaten van dit proces worden opgestuurd naar de procureur-generaal, waarna de aanvrager per sms op de hoogte wordt gesteld van het besluit. De procureur-generaal heeft altijd de verantwoordelijkheid over de beoordeling van elke vuurwapenaanvraag. Het proces tot de beoordeling is transparant en leent zich niet voor bemiddeling. De procureur-generaal wijst dus ook geen tussenpersoon of regelaar aan. Indien u wordt benaderd voor het doen van een betaling, gelieve dit middel schrijven door te geven aan de procureur-generaal, waarna een strafrechtelijk onderzoek zal plaatsvinden. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.